Afgelopen zaterdag speelde RKC de laatste oefenwedstrijd voor het begin van de competitie. Tijdens de traditionele open dag was eerste divisionist De Graafschap de tegenstander. RKC natuurlijk favoriet thuis tegen De Graafschap, maar het eerste doelpunt is wel van de ploeg van Pieter Huister, omdat Van der Pavert hier scoort. Maar de treffer wordt afgekeurd omdat Arjen van Dijk wordt gehinderd. Daarna neemt RKC het initiatief met Boguel voorin. Die heeft weinig afspeelmogelijkheden, probeert het zelf dan. Maar zijn schot met links mist kracht. Ruim 2.500 toeschouwers zien hoe RKC wel meer initiatief heeft tegen De Graafschap. Maar toch moeite heeft om echte kansen af te dwingen. Hier Romeo Kastelen, die op de nummer 10 positie speelde. Achter de twee spitsen. Kastelen, bal breed, Boguel met de voorzet. En daar kan Joachim net niet bij de bal, omdat Van der Pavert ertussen zit. Er wacht natuurlijk nog wel een hoekschop voor RKC. Die komt van Kastelen, indraaiende bal. Daar is Frank van Mosselveld, maar die weet die bal niet goed te raken. En zo blijft het 0-0. Goede omstandigheden en Koeman druk coachend vanuit de dugout. Van Dijk met een hele goede diepe bal, hoor. De assist eigenlijk, want Boguel kopt door. Daar is Joachim. Joachim met het schot en de 1-0. Nee! Joachim, de Luxemburger, schiet op de paal. En daardoor, alleen daardoor, is het halverwege 0-0. In de tweede helft dan krijgt ook De Graafschap kansen. Maar Frank van Mosselveld verdedigt hier uitstekend. Het levert van Mosselveld wel een lichte blessure op. En hij zal nog even later worden vervangen door de nog jonge verdediger Thomas Huibe. Ook Kastelen naar de kant. Dennis Rommedaal komt in het veld. Rommedaal die geschorst is voor de eerste wedstrijd uit tegen FC Twente. Schet ook zo'n invaller met een goede bal op Rommedaal. Het is de eerste actie van de Deen. En Rommedaal schiet maar rakelings voorlangs. Zo wordt RKC wel beter, maar staat het nog altijd 0-0. Dit is Anko Jansen. Dat is een handige aanvaller van De Graafschap. En Van Dijk raakt daar inderdaad Jansen, die gretig naar de grond gaat. En scheidsrechter Honig geeft Van Dijk geel. Maar wat nog veel erger is, De Graafschap krijgt een penalty. Anko Jansen vanaf 11 meter. Hij scoort 1-0 voor De Graafschap. Dan moet RKC natuurlijk komen met hier het schot van afstand van Rodney Snijder, die ook speelminuten kreeg. Apau dan. De tijd gaat dringen voor RKC. Nog 4 minuten op de klok slechts. En Mitch Apau, de linksback, met een aardige poging, hoor. De bal krult net naast de kruising. Laatste minuut dan. Van der Meulen, de invaller. Met balverlies. Braber is alert. Robert Braber kan schieten, kan afspelen. Braber wacht. En daar is de overtreding van Van der Meulen. En dus gaat de bal opnieuw op de stip. In de laatste minuut krijgt Duits de kans om de stand op 1-1 te bepalen. En Sander Duits scoort en maakt dus geen fout. En zo speelt RKC de laatste oefenwedstrijd van het seizoen met 1-1 gelijk.